spelen twee keer. En ik ben begonnen toen ik 8 was. Dat is best een tijd geleden. Ja. Ik ben nu ambassadrice van de week van Demmerson en die is deze week volledig aan de gang. En uit de 170 clubs is jullie vereniging onder andere uitgekozen waar ik een bezoekje aan mag brengen. En voor mij is dat heel erg leuk, omdat ik eigenlijk vanaf mijn 10e al in het Nederlands team heb gezeten. Dus eigenlijk nooit echt van het verenigingsleven heb kunnen genieten. En dit baantje zeg maar als ambassadrice geeft mij wel de kans om bij hele leuke verenigingen binnen te kijken. En als ik dan hier de hal binnenkom en ik zie gewoon een hele Bempton hal vol met allemaal leuke kids en hele enthousiaste mensen, daar wordt mijn Bempton hart wel heel vrolijk van. Dus als eerste dank je wel dat ik hier mag zijn. Zoals ik al zei, heb ik best wel op hoog niveau gespeeld. Mijn hoogste notering was de top 3 van de wereld. Maar waarvoor ik hier eigenlijk vanavond ben, is omdat jullie vereniging een eigen topper in huis heeft. Een super topper, mag ik wel zeggen. Deze topper, die is al 36 jaar lid van jullie vereniging, is overal bij betrokken, vooral als we het hebben over jeugdactiviteiten, is altijd druk met de club en daarmee hebben we van Nederland, samen met deze vereniging, besloten om diegene eens even in het zonnetje te zetten. En niet zomaar in het zonnetje, maar tevens om een aantal redenen. En de eerste reden waarvan ik weet waar ik allemaal over hoor praten, is dat deze topper altijd gewoon onwijs gezellig is, een hele fijne uitstraling heeft. En dat is belangrijk voor de kids, want als iets leuk is, dan blijf je gewoon heel lang Bempton. En dat is het belangrijkste. Dus, misschien weten jullie al over welke topper ik het heb, maar die wil ik graag naar voren roepen, want Bempton Nederland heeft samen met deze vereniging, en ik ben het helemaal mee eens, als ambassadrice, besloten om deze topper erelid te maken. Dus bij deze wil ik de erelid naar voren roepen. Jullie zullen hem allemaal wel kennen. Jeroen Bleekendaal. Yo! Woo! Alles wat ik zei is nog maar een klein stukje van alles wat je voor deze club betekend hebt. Er zijn vast mensen die daar veel beter over kunnen vertellen als ik. Maar ik heb echt mijn best gedaan. Nee, het was goed. Bij deze mensen zoals jij maken het mogelijk dat de Bempton sport in Nederland nog steeds groeit. En waarvoor onze dank? Graag gedaan. De waardering van Bempton Nederland, deze club, al deze mensen en vanavond ambassadeurs. Dankjewel. Misschien wil jij even speechen of... Ja. Ja. Dat lelijke mapje even weg. Dat je leeg daar is. Ja. Dag in. Ja, dankjewel. Oké. Ja, mag ik ook wat zeggen. Onverwacht, absoluut. Superleuk dat ik hier lid mag zijn van deze vereniging. Ja, ik kan zeggen, mijn hart ligt hier. Ik hoop dat ik het ook op die manier kan overbrengen aan jullie. Dat jullie het eigenlijk net zo leuk vinden als ik. Misschien dat, ga je straks ook weer de eerste spelen, net zoals ik. Heb gedaan, helaas. Nu niet meer. Maar wie weet. Blijf er gewoon heel hard voor gaan. Zet je in op de training. Maar bovenal hoop ik dat je heel veel plezier haalt uit badminton. Want dan blijft het langst leuk. Dankjewel. Ja. Jeetje, zo bloem. Ja. Ja. En dan moet ik ook nog wat gaan doen. Je redt het even in het midden. Ja. We komen.
Hop, hop, hop. Pak ze. Heel goed. Ja, goed. Ga door. Ja, vooral naar Menno. Ga door. Heel goed, jongens. Nog één vrijwilliger? Wauw, goed zo. Goed zo. Kom op. Goed zo, pak ze. Wow. Zorg dat je lol hebt, oké? Fijne avond!